Beste familie, goede vrienden. Wij danken u voor uw aanwezigheid bij het afscheid van Hendrik Konings. Terwijl het jachtig leven gewoon doorgaat, staat de tijd voor ons stil. Alles krijgt ineens een andere zin. Terwijl we gisteren nog plannen maakten voor de dag van morgen, werpt de dag van vandaag ons helemaal ondersteboven. Met de dood in huis wordt anders geleefd, anders gevoeld en anders gedacht. Hoe vaak wij ook horen spreken over sterven, deze dood is uniek. Het gebeuren van de afgelopen dagen lijkt nog niet helemaal tot ons door te dringen. Maar één ding is ons wel duidelijk. Nooit meer zullen de dagen zijn als toen Hendrik nog onder ons leefde. In deze uitvaartplechtigheid komen wij samen met ons hart vol verdriet. Mogen er een woord van troost oplichten en ons het hart en het leed draaglijk maken. Een teken van liefde. In liefde heb jij het leven gekregen, Hendrik, en je hebt het leven lief gehad. Liefde heeft je gedragen en bezield. Je hebt omhelst en gestreeld. Je hebt hartstocht gekend en verlangen. Je hebt je prijs gegeven en je aan mensen toevertrouwd. De liefde heeft in jou iets aangestoken dat eeuwig en onuitwisbaar is. En zo dadelijk steken we dan voor jou het licht aan, Hendrik, omwille van de liefde. Een teken van vreugde. Samen met jou hebben wij vreugde beleefd, Hendrik. Je hebt blije dagen gekend, je hebt gelachen, je was gelukkig. En de vreugde die we deelden was helend voor de pijn die bij het leven hoort. Vreugde heeft jou mooi gemaakt. Dat beeld van jou, die zalige herinneringen, willen wij voor altijd in ons hart bewaren. En daarom steken we zo dadelijk het licht voor jou aan, Hendrik, omwille van de vreugde. Een teken van eenvoud. Vriendelijkheid heeft je getooid en eenvoud heeft je hart gesierd, Hendrik. Jij had geen grote woorden nodig en toch heb je ontwapend en veroverd. Mensen vonden een thuis in je huis en velen herkenden in jou de mens. En in die eenvoud ben je naamloos groot geworden. We steken dan zo dadelijk ook het licht voor jou aan, Hendrik, omwille van de eenvoud. En een teken van inzet. Je hebt je talenten gebruikt, Hendrik. Je hebt ingezet wat je had, zonder aarzeling, zonder omzien. Jij zou niet rusten als je niet alles gedaan had wat voor jou mogelijk was. Je werd een geweten voor sommigen en voor anderen een stem. Jij zult ons blijven oproepen. Jij werker van het eerste en het laatste uur. Vandaag en alle dagen. En daarom steken we zo dadelijk het licht voor jou aan, Hendrik, omwille van de inzet. We zullen zo dadelijk de kaars aansteken die hier vooraan staat, met de beeltenis van Hendrik op. En straks krijgen de goede vrienden van Hendrik deze kaars mee naar huis, zodat ze steeds weer een vlammetje bij Hendrik kunnen laten branden en hem zo in hun midden kunnen houden. Dat de kaars ons ook mag verlichten, nu we stilletjes stappen moeten zetten in het duister, naar een nieuwe toekomst van hoop, en ons zo zijn beentelis mogen doen herinneren, zodat we hem nooit zullen vergeten. Laat het kaarsje dat we dan nu aansteken, Hendrik weer even tot bij ons brengen, hem weer in ons midden laten schijnen, zoals zo vaak wanneer hij ons met zijn lach en levensvreugde, warmte en licht bracht. Thank you.
Hendrik, nu weer brandend in ons midden bent en weer deel uitmaakt van onze groep tussen vrienden waar je graag bij was, nu kunnen we je gedenken. En de diepste en meest schokkende ervaring heb je wanneer er iemand sterft om wie je veel geeft. Dan schreeuwt heel je hart, je wezen het snikkend uit. Dit kan niet het einde zijn. Je weigert te geloven dat alle liefde die de overledene geschonken heeft om niets is geweest. Of dat de heilzame invloed die deze geliefde man op jou heeft uitgeoefend nu brutaal stopt. Ook kan je moeilijk geloven dat het voor de betroorde dode zelf nu amen en uit is. Hoewel mensen dat tegenwoordig nogal vlug beweren. Maar is het leven niet vanaf de geboorte te groots en te wonderbaar geweest om nu zomaar in het niets te eindigen? Eigenlijk wil je geloven dat je geliefde dode ergens heen gaat. Dat zijn leven op een andere wijze wordt verder gezet. Dat het grootste geschenk van het leven hem in feite niet wordt afgenomen. En graag nodig dan nu Lut uit naar voren om haar tekst te komen voorlezen. Harry was geboren in Neerpelt. 12 november 1932. Harry was een lieve man, een kalme man, een zachte man, een goede hart. Hij klaagde nooit. Harry ging naar school in Mazeik. Hendrik en zijn broer gingen samenwerken in Eindhoven in Nederland van de Philips. 40 jaar heeft hij daar gewerkt. Hij werkte daar heel graag, hij luisterde daar goed, hij deed alles wat hij graag deed. Hij ontmoette Rosa en zijn hart was verloren. Hij ging met de motto naar Neerwinde. Heen en weer, van Mazeik naar Neerwinde. Hij hield heel veel van haar. Ze hebben samen na 6 jaar gaan trouwen. Vroeger, Hendrik was lid van de Schakel. Hij was prins carnaval. Hij was ook bij Madoza lid en van de Teugels. Hendrik houdt van tv kijken naar wielrennen. Hij hield van wandelen, hij hield zelf van fietsen. Hij doet ook veel video's, filmen. Hij houdt van bier drinken en ook van wijn. Hij had heel graag pannenkoeken. Hij houdt ook veel van mooie kleren. Hij was altijd zeer mooi en goed verzorgde man. Hij ging heel graag winkelen. En nu, verleden vrijdag, de tolk, Albert en ik, waren bij Arie, Hendrik. En hij was blij dat we daar waren, maar hij voelde zich niet goed. We hebben toch een beetje gepraat, een beetje gelachen. Hij vroeg van, moet je mijn baard doen? We hebben hem verzorgd, zijn haar gekamd, een beetje verfrist. En we toch samen goed kunnen communiceren. Maar hij zei dat hij heel veel pijn had. Toen de dokter aankwam, met de tolk erbij, hij zei, ik kan niet meer, ik ben moe. Ik heb heel veel pijn. Ik heb pijn overal. Ik wil sterven. En de dokter gaf hem morfine. Ik dacht, dat zal nog pas maandag zijn. Maar zaterdag tegen de middag 11:30 kregen we een telefoon. We waren heel verbaasd. We zijn heel snel tot daar gegaan. En er was al voorheen gegaan. Nu rust hij. Samen met zijn vrouw. En nu samen aan de overkant. Dank u voor de verpleging, dat die heel goed voor hem gezorgd hebben. Heel veel verplegers hielden van hem. Dank aan de tolk, Roosje, Albert en mij. En ook de uitvaart, Reutels. En allemaal jullie die aanwezig zijn, dank je wel.
Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering, is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op pieken van pijn en vreugde. Afscheid nemen is met dankbare handen weermoedig weerdragen al wat het waard is om nooit te vergeten, is moeizaam de draden losmaken uit een spinrag der belevenissen. Loskomen en achterlaten en niet kunnen vergeten. Leven is vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen. Loshaken om voor te gaan. Zichzelf verliezen om zichzelf te vinden. Het risico nemen van de graankorrel om vruchten voor te brengen. Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. Men leert het nooit. En Hendrik, de dood heeft je lichaam meegenomen, maar niet wie je was en ook niet wat je zei. Elke dag van ons verdere leven zal je met elk van ons blijven meegaan. Nu onze handen niet meer aan kunt raken, raak je ons hart nog duidelijker aan. Hendrik was net zoals Rosa een gelovige man. En daarom nemen we nu even de tijd voor een aantal teksten en rituelen die christelijk zijn geïnspireerd. Laat ons beginnen met het maken van een kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. God, we begrijpen niet waarom onze dierbare Hendrik van ons is afgenomen. Wij zijn bedroefd omdat hij niet meer tot ons spreekt. Het kan niet zijn dat wij tevergeefs beminnen en dat liefde die mensen aan elkaar bindt, bij de dood wordt afgebroken. Help ons geloven dat hij nu bij u leeft, in de vreugde van uw vaderhuis. We vragen het u door Christus onze Heer. Amen. En de eerste lezing. Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn aanwezigheid vullen. Je moet het niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. Dat klinkt hard, maar het is een grote troost. Want zolang de leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden. Het is fout te zeggen, God vult die leegte. Hij vult hem helemaal niet, integendeel. Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren. Zij het dan ook in pijn. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaar verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Je moet ervoor zorgen
dat je niet in je herinneringen blijft graven en je erin verliest. Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit, dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht. En wee niet, de dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf, en wat we waren voor elkaar zijn we nog altijd. Dus noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig en niet triest. En lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid voor mij. Spreek mijn naam uit thuis zoals je dat altijd hebt gedaan. Zonder hem te benadrukken, zonder een zweem van droefheid. De draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten zijn? Omdat je me niet meer ziet? Nee, ik ben niet ver. Juist aan de andere kant van de weg. En zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en de tederheid terugvinden. Dus droog je tranen en wee niet als je van me houdt. Laat ons dan nu samen even recht staan voor het woord van God. Lezing volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees niet bedroefd om uw leven, om eten en drinken, om lichaam en kleding. Het leven is groter dan eten en drinken. Het lichaam is kostbaarder dan kleding. Volg de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en hebben geen bezit in schuren. Maar uw Vader die in de hemel is, houdt hen in leven. Zijt gij niet meer dan wat vogels? Trouwens, gij kunt uw leven niet verlengen. Ook al zijt gij bezorgd dag na dag. En waarom maakt gij u druk om kleding? Kijk naar de bloemen langs de weg, die niet spinnen en niet weven, maar wel bloeien. Uw Vader in de hemel kleedt de bloemen die vandaag nog bloeien en morgen verdwenen zijn. Hoe zal hij dan niet voor u zorgen? Wees dus niet bezorgd om eten en drinken, om lichaam en kleding. Uw hemelse Vader weet wel dat gij dit alles nodig hebt. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en doe wat recht is. Dan zal God u voorzien in alles. Tot daar het woord van God. Zowel de eerste lezing, die over liefde en missen ging, als het evangelie van Matteüs van kleding en zorgen, heb ik uitgekozen. Omdat dit zowel Rosa als Hendrik typeerde. Hun zorg voor elkaar, ondanks hun beperking, hebben hun toch het leven kracht en sterkte gegeven om door te gaan. En altijd vrienden te helpen waar ze konden, Rosa bij het organiseren van haar reizen en Hendrik, waar hij kon, hielp hij ook. De sterkte tussen hun twee was zo sterk dat ze amper 4 maanden naar elkaar toe zijn gegaan. Het gemis van Hendrik van zijn Rosa moet intern en in hen heel hard geweest zijn. Nu zijn ze samen thuis bij de Heer. En nu kunnen zij samen verder leven, zonder pijn, zonder verdriet. Mogen zij samen thuiskomen en mag Rosa Hendrik opwachten aan de poort van de hemel. Bidden we dan nu samen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
goede God. U ziet ons hier bijeen rond het gestorven lichaam van Hendrik Konings. U ziet hoe wij licht ontstoken hebben en bloemen hebben aangebracht. Onze kaarsen en bloemen spreken dankbaarheid uit voor het leven dat u Hendrik gegeven hebt, 88 jaar geleden. Dankbaarheid, ook voor het goede dat Hendrik in zijn leven gekend heeft, voor het geluk dat hij voor anderen en ook voor ons heeft betekend. Teken van onze hoop. Zegenen wij dit lichaam zo dadelijk met levendgevend water. Dat Hendrik thuis mag zijn bij God. Ten teken van vertrouwen dat hij door God is opgenomen. Je maakt het goed. Maar tegelijkertijd spreken we ons geloof uit. En Hendrik, we zullen je missen. Nu je bent thuisgekomen in de vrede waaraan wij nog op weg zijn, laten we nu in vrede gaan om Hendrik zijn uitgeleide te doen. Dit afscheid maakt ons bedroefd. Maar achter deze droefheid leeft onze hoop dat de dood hem niet het einde is. Het is geen afscheid. Voor altijd, we geven hem uit handen en in handen van een levende God. Hendrik, opdat je mocht thuiskomen in het vaderhuis, opdat je een plaats mocht bereiden tot eens de dag dat we elkaar zullen weerzien, opdat je nu mocht zijn in het land van licht en vrede en weer bij Rosa, uw geliefde vrouw. Hendrik, als baby heb je ouders je naar de doopvont gedragen en je laten dopen. Hiermee maakt je deel uit van de gemeenschap die wij de katholieken noemen. Nu je aardse taak volbracht is, en je de overstap gemaakt hebt, mag ik je namens onze moeder, de Heilige Katholieke Kerk, opnieuw zegenen. Opdat je goed mag thuiskomen. Maak een goede reis. Tot ziens. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Kom goed thuis. Mag jij dan thuiskomen in het huis van de Vader, schepper van hemel en aarde, en daar de eeuwige rust vinden. Amen. En tot slot van dit katholieke stuk. Eeuwige God, jij houdt van mensen zoals een vader en moeder van hun kinderen. Aan uw liefde die geen grenzen kent, vertrouwen wij Hendrik nu toe. We zijn u dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft en waardoor hij voor ons een blijvend teken is geworden van uw liefde. Breng hem u thuis in de vreugde van uw rijk, waaraan geen einde komt. Verdiep de eenheid die ons samenbracht in deze dienst en richt onze ogen op Jezus, die voor ons de weg is, de waarheid en het leven, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
doodstil is het. Waarom? Het gebeurt dagelijks, en toch, plots wordt je leven dan doorkruist, en afscheid nemen weegt zo zwaar. Maar waarom? Jij was veel meer dan zomaar mens, Hendrik. Niet zomaar doodgewoon, goddank. Ik ben een stuk van mezelf kwijt. Doodstil is het, en zoveel vragen blijven vraag. Nu lijkt de tijd wel stil te staan, in tranen, pijn, verdriet en wanhoop. En toch niet alleen. Ik geloof dat pijn kan wijken voor wat vreugde en herinnering wordt. Dankbaar, zo zijn we antwoord voor elkaar. En daarom probeer ik te delen van mezelf en draag ik het tochtbaarste geschenk mee en blijf jij leven in mijn hart. Doodstil is het en zoveel vragen blijven vraag. En Hendrik, onthoud mij in je dromen, want aan het gaan is geen ontkomen. Nu niet, nog later, hoe onvolkomen klein, hoe onvolmaakt de tederheden. Ik weet, ik was je reden, de hand waar je naar greep, bij kleinigheden en hulpeloos verweer of wandelend in het druk verkeer. Onthoud mij dus in die verwarde droom, van jij en ik, om al het dwaze dat we deden, maar ook om zoveel heerlijkheden. En graag lees ik u dan nu de tekst voor namens tolk Roosje. De tolk Roosje kende Henri van Rosa Saron. De tolk zag in hem een lieve, zachte en zeer stille man. Als Rosa Saron een beslissing wilde nemen en Henri had zijn bedenkingen, gaven haar vrij snel gelijk. Ze waren een geweldig koppel. Ze vulden elkaar zeer mooi aan. Henri, daar aan de overkant ben je nu samen met jouw geliefde voor eeuwig. Heel ver hier vandaan, waar alle sterren staan, daar zal jij nu wonen. En als de maan schijnt, wordt de tijd dat onze pijn verdwijnt. Immer schitterend, jij in de donkere nacht. En voor ons, Henri, ben je vanaf nu steeds van wacht. Blijf de liefde leven van wie je ze ontving. Als gedachtenis dat verleden toekomst draagt, alle dagen. Pijn, verdriet en gemis krijgen dan gezelschap van warme herinneringen. En zielsgraag houden van alle dagen.
en samen plezier maken, samen op reis, samen een eenheid en samen eigenwijs. Samen kwaad en samen goed, samen verdriet en samen weermoed. Nu verder zonder hem, dat doet pijn, te weten dat nooit meer samen te zijn. Voor ons, Henri, was je een licht voor vreemde duisternis. Je markante persoonlijkheid en je vrolijk gezicht zullen we ervaren als een groot gemis. Want een dag zonder lach was voor jou geen dag. Van vele dingen had je nooit genoeg, alleen je laatste reis kwam veel te vroeg. En graag nodig aan u de vriend van Henri uit naar voren om zijn tekst te komen lezen. Hallo vrienden, ik neem het woord van Madusa. Normaal, ik sprak altijd Rosa, haar man. Jullie weten dat, Rosa. Allee, Harry had veel gedaan voor Madusa. Bij carnaval, bij de vrouwengroep, schilderijen, zo gelijk zoiets, hè? Een natuurschilderij. Maar Rosa en Harry... Alle dagen, allee, heel veel keren naar Hasselt, naar Antwerpen hè, en terug heen en weer. Nee, hij deed het al, ze deden het altijd heel graag. Later naar het schilderen begon ze met acteren, allerlei dingen maken op het toneel. Ze maakte heel graag heel veel plezier en dat vond ik geweldig. En daarom dank u wel.
Hendrik. Als ik je naam in het zand had geschreven, hadden de golven hem na korte tijd uitgewist. Als ik je naam in een boom had gegrift, was de schors met de tijd vergaan. Als ik je naam in marmer had gekapt, was de steen na veel tijd gebroken. Maar ik heb je naam in mijn hart geborgen. En daar wordt hij voor eeuwig en altijd goed bewaard. En zo zal het zijn. Doof nu het licht en sluit je ogen. Jouw leven hier is omgevlogen. Maar je liefde blijft. En waar je gaat, zijn zon en maan gelijk. De kleinste bloem is daar als de hoogste eik. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Jouw nacht, Henri, van vrede, is gekomen. Na een leven lang het heetste vuur. Laat nu die laatste droom maar uitkomen. En wees niet meer bang. Word als een kaars zo klein, zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn. En waar je gaat, daar zullen vriend en vijand samen gaan. Wat stof is, zal tot stof vergaan. En elke storm komt weer tot rust. En tot slot, ik wil de dag van morgen nog even laten wachten. Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte. Ik wil nog even vasthouden wat is geweest, denken aan vroeger en weten dat jij niet weg bent, dat jij niet ophoudt en dat je hier blijft en onmogelijk verdwijnen kunt. Dat je nu vrede hebt, dat je nu vrij bent, zonder pijn en zonder zorgen. En ik weet dat morgen niet zal zijn zoals ik het vroeger heb bedacht, en dat ik jou ontzettend veel zal missen. Ik zeg je dank voor alles wat je voor ons was. En gek, dat ik dat nu gemakkelijker kan zeggen dan ooit tevoren. Maar ik mis je. En daarom wil ik de dag van morgen nog even laten wachten. Henri, ga maar, rust maar. Je hebt het verdiend. En ben jij dat straks die fonkelende ster aan de hemel? Ben jij dat die schittert zo fel? Henri, voor alles wat je voor ons deed, een dikke dankjewel. Beste vrienden van Henri Konings, we waren hier samen in de duur van afscheid om nog even bij Henri te zijn. Om herinneringen op te halen aan zijn mooie leven. Maar weet, als u straks weggaat van hier, laat dit dan geen uur zijn van afscheid en verdriet, maar laat het de geboorte zijn van mooie herinneringen. En loop in de volgende dagen en weken en maanden nog eens langs bij elkaar. En blijf nog over Henri en ook over Rosa spreken. Want zoals Bram Vermeulen ooit zei, ooit, dood, ben je pas als wij je zijn vergeten. Dames en heren, we weten ondertussen allemaal dat ons dagelijks leven, ons gaan en ons staan wordt beheerst door het corona-COVID-19-virus. En ook in onze sector brengt dit heel wat met zich mee. Ook wij dienen ons goed te beschermen, wat misschien soms wat afstandelijk zal overkomen. Maar u mag ervan uitgaan dat ik zelf en het hele team van Uitvaartcentrum Beutels alles op alles zetten om elke familie zo goed mogelijk bij te staan en op te vangen in deze onzekere tijden. Wij danken ook u thuis, die met een 30-tal personen deze uitvaart volgt via de livestream. En in gedachten bij ons was, door thuis misschien een kaarsje te branden of verbonden te zijn in gedachten en gebed bij ons. U, hier in de aula, wordt zo dadelijk uitgenodigd om naar voren te komen en kan afscheid nemen van Henri. U kan dit doen op uw eigen manier. Maar om de reden van het verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij het kwispeltje waarmee u normaal gezien een kruisje zou maken weggenomen. Maar u kan naar voren komen en een buiging maken als teken van respect aan de urne. En de witte roos die u wordt aangereikt, kan u bij de urne neerleggen. Een witte roos. Symbool voor het leven van Henri. Een roos heeft doornen. Doornen die stekend zijn voor de pijn en de tegenslagen die Henri in zijn leven ongetwijfeld ook is tegengekomen. Maar telkens wist hij toch weer open te bloeien en te volgroeien,
tot een prachtige en welriekende witte bloem. En laat wit nu juist de kleur zijn van de hoop. Hoop op een snelle en mooie toekomst. Hoop dat hij Rosa nu weer gezien heeft en dat zij samen kunnen rusten. Hoop voor ons dat we elkaar snel weer een knuffel kunnen geven. Als dat virus de kop is ingedrukt en weer bij elkaar kunnen komen. En zo kunnen napraten over Henri en Rosa. Want noem ik Henri, dan noem ik Rosa. Want zij waren samen één en zijn nu weer samen één. U kan uw medeleven betuigen door uw hand op uw hart te leggen en buiging om een knikje te geven. De goede vrienden van Henri zullen wij ook opstellen om daarom uw condolences in ontvangst te nemen. Mogen wij vragen om bij het naar voren komen de social distancing van 1,5 meter afstand te bewaren en bij het passeren geen handen te geven. En voor zij die dit willen, is er handontsmetting aan de uitgang van de aula. En we raden dit ook aan om dan even de handen te ontsmetten. Aansluitend aan deze plechtigheid zullen wij Henri begeleiden naar de stedelijke begraafplaats Kruisveld hier te Hasselt, waar we hem licht als een zandkorrel zijn onvervulde dromen achterna laten gaan, om hem te verstrooien in het strooibos en hem daar weer samen te brengen bij zijn geliefde Rosa, die hem dag op dag 4 maanden geleden is voorgegaan in de dood. En bij het verlaten van de aula zal u ook een gedachtenisprentje worden aangeboden, om het beeld van deze warme en lieve man met u mee te nemen en hem te herinneren als een vrolijke en levenslustige man die genoot van het leven. Ook hier, om het risico op de verspreiding van het virus tegen te gaan, mag u de prentjes zelf uit het mandje nemen. Normaal reiken wij die u aan, maar nu mag u dus zelf uit het mandje nemen. Voor u thuis, die de plechtigheid online volgt. Als u graag een prentje heeft, laat u dan uw naam en adres achter via het rouwboek dat online staat. Daar kan u ook uw medeleven betuigen en dan sturen wij u graag een prentje op. U kan dit doen via onze website. Ook wens ik u allen dan veel sterkte toe. In naam van de vrienden van Henri, dank ik u voor uw aanwezigheid in dit uur van afscheid en dit woord van troost. En in naam van mezelf en gans mijn team wens ik u allemaal nog heel veel sterkte toe.